Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een avond komen wij tot jullie met het woord van leven. En wij zijn bezig met praten over het gebruiken van de olie, de gewijde olie, en het geloof dat hiermee gemanifesteerd wordt. In feite gaan wij vandaag een Bijbelse passage vandaag lezen, waar Jezus een man genas. En hier lezen wij niet over de olie, maar wij lezen over de reden waarop of waardoor de olie gebruikt wordt. Waarop de reden waarom God elementen gebruikt om wonderen te verrichten. En de Bijbel zegt zo. Dit staat in Johannes hoofdstuk 9, vers 1. Evangelie naar Johannes 9, vers 1. En voorbijgaande zag hij, dus Jezus, een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Nou, wij zien meerdere dingen die interessant zijn. Ten eerste is deze man blind geboren. En de discipelen vroegen: wie heeft gezondigd zodat hij blind geboren werd? Waarom is hij zo geboren? Was het vanwege zijn eigen zonde of de zonde van zijn ouders? Hoe kon hij hebben gezondigd voordat hij geboren was? Dat was niet mogelijk. Maar het idee van de Joden, en dat is ook het idee dat veel mensen hebben die religieus zijn, is dat als wij ziek worden of als wij een probleem hebben, een strijd meemaken, dan wordt dat veroorzaakt door een zonde. En niet altijd, natuurlijk. Als wij een fout maken, gaan die fouten die wij hebben gemaakt gevolgen hebben. Maar als iemand ziek wordt, als iemand problemen meemaakt, betekent dat niet dat de persoon aan het betalen is voor een zonde die hij beging, voor een fout die hij maakte. God gaat ons niet straffen of bestraffen vanwege de zondes. Nee, problemen komen tot iedereen. Natuurlijk, na de dood wel. Er zal het oordeel komen, en wij zullen beoordeeld worden voor God. Als wij God behaagden hier op aarde, worden wij behouden. Als wij God niet behaagden hier op aarde, dan gaan we voor eeuwig lijden. Dat wel, maar hier op aarde gaan wij de straf niet ontvangen van een zonde op een manier dat wij ziek worden. Het geloof verlaten kan ervoor zorgen dat het leven geen bescherming meer heeft. Jawel, maar denk niet op de volgende manier. Ik ben ziek, dus ik heb een fout gemaakt. Wij allen kunnen ziek worden. En wij allen zijn mensen. Dus met de tijd worden wij ouder. Wij hebben fysieke beperkingen. En dat is geen straf vanwege de zondes die wij begingen. Dat is het normale leven van een mens. Natuurlijk hebben wij in het geloof de kracht om de problemen op te lossen. En dat is wat wij hier lezen in het verhaal van deze blindgeborene. Deze man die blindgeboren is. Nou, Jezus zei: nog hij, nog zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken van God moeten in hem
geopenbaard worden. Dus de mensen zullen God en zijn werken zien in zijn leven. En weet u, als u lijdt aan een bepaald probleem, als u ziek bent, als u problemen heeft in uw familie, als u problemen heeft in uw leven en u blijft denken, ah, misschien heb ik een fout gemaakt, misschien is dat een gevolg van een zonde die ik beging. Daar terug, jaren terug, zei ik iets of deed ik iets of dacht ik iets en ik maakte een fout en vanwege dat blijf ik lijden en God zegent mij niet. Dat is fout. Als u berouw krijgt, als u de zonde verlaat, als u naar voren kijkt, dan wordt u vergeven. God kijkt hier niet meer naar. U maakt zichzelf gevangen van die gedachten, wanneer u ze accepteert. Verliet u de zonde, liet u de zonde achter om God te behagen. Toonde u berouw. Dan bent u vergeven. God vergaf u. U bent vergeven. En uw problemen worden opgelost. Niet gebaseerd op die zondes of niet. Of geen zondes. Ze worden opgelost. Gebaseerd op uw geloof. Het punt is dat wanneer de persoon denkt. Ik word niet gezegend omdat ik deze fout maakte. Omdat ik deze zonde beging. Dan gaat de persoon twijfelen. En het geloof werkt niet. Niet vanwege die zonde die al vergeven werd. Maar vanwege de twijfel die de persoon blijft voeden in zijn hoofd. Laat dat achter. Kijk naar voren. Vertrouw op God. Geloof in hem. En doe uw deel. En gebruik uw geloof. Omdat dat het belangrijkste punt is waar wij over praten in dit programma vanavond. De Bijbel zegt daarbij vers 6 het volgende. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel. En hij legde hem het slijk op de ogen en zeide tot hem. Dus Jezus heeft modder gemaakt met zijn speeksel en de aarde. En hij heeft het gesmeerd op de ogen van de blinde. En hij zei, ga heen. Was u in het badwater Siloam, het geen vertaald woord door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. Hij werd genezen. Dus deze man, ik weet niet hoe oud hij was, stelde zich voor dat hij 20 of 30 of ouder was. Hij had nooit kunnen zien. Toen Jezus langs liep, vroeg de man niet eens om genezing. Hij zat daar te bedelen. En Jezus liep langs. En de discipel waren degenen die zeiden, Heer, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders? Dus de man toonde geen geloof toen der tijd om genezen te worden. U leest verhalen van andere blinden. Die gingen aanroepen. Die Jezus gingen aanraken. Of Jezus gingen vragen om wonderen. Andere mensen die aan andere ziektes leiden. Die tot Jezus gingen. Die hem hebben aangeraakt. Deze man had niks gedaan om genezen te worden door het geloof. Tenminste niet op dat moment. Niet op dat moment. Dus Jezus nam de modder, de speeksel en de aarde. En Jezus maakte modder en heeft de ogen van die man gesmeerd, gezalfd, als ik het zo kan zeggen, met die modder. Zoals wij de olie gebruiken om de plaats van de ziekte daarmee te zalven. Om het lichaam te zalven, om het hoofd te zalven, om de werkplaats, het huis te zalven. Het is symbolisch. En Jezus zei tegen hem, ga heen en was je in het water van het badwater Siloam. Volgens wat wij begrijpen, was het moeilijk om die plaats te bereiken. En de man moest daar naartoe gaan
Maar hij was blind. Hij kon niet zien. Maar hij ging. En in die actie toonde hij geloof. En toen hij zijn ogen waste met het water van Siloam, werd hij genezen. Omdat zijn geloof opgewekt werd op het moment dat hij zijn ogen liet zalven met de modder. Zijn geloof werd opgewekt op het moment dat hij liep richting het bad water Siloam. En toen hij zijn ogen waste, werd zijn geloof opgewekt. En zo werd hij genezen. Nu vraag ik u het volgende. Wat genees die man? Was het speeksel? Was het de aarde, de modder? Was het bad water Siloam? Was het water? Wat genees hem? Het antwoord is duidelijk. Het was zijn geloof. Maar die dingen werden gebruikt. Die dingen waren noodzakelijk om zijn geloof op te wekken. Iemand kon zeggen, maar ik kan genezen worden zonder mij te zalven met de olie. Natuurlijk wel. Maar de olie is een symbool van de Heilige Geest. En wanneer u het met geloof gebruikt, bent u bezig met uw geloof in praktijk zetten. En dat is het geheim om gezegend te worden. Dat wij het geloof in praktijk zetten. Zet u uw geloof in praktijk, dan gaat uw geloof werken. Maar u dient het in praktijk te zetten. Snapt u? Dat is de reden waarom wij de gewijde olie gaan uitreiken. 1 keer per jaar doen wij dat. Ik zeg altijd dat er uitzonderingen kunnen plaatsvinden, omdat het zo is. Wij weten het nooit. En ik wil niet dat iemand daarna zegt, nee, de bisschop zei dat de olie alleen maar 1 keer per jaar uitgereikt wordt en daarna werd het 2 keer uitgereikt. Gebaseerd op wat wij hebben gedaan de vorige jaren, wordt het alleen maar 1 keer uitgereikt, de gewijde olie, in het jaar. Als een uitzondering plaatsvindt, dan vindt er een uitzondering, omdat de Heilige Geest ons soms inspireert om iets anders te doen dan wat wij normaal gesproken doen. Maar ons plan is dat de gewijde olie op deze zondag uitgereikt wordt en de volgende keer zal in het jaar 2023 plaatsvinden. Dus mis de kans niet, mis de gelegenheid niet. U gaat de zalving ontvangen met de olie die u zelf gaat ontvangen. Dus u gaat de olie ontvangen om zichzelf daarmee te zalven, zodat de manifestatie van God gezien wordt in uw leven zoals je het gezien werd in het leven van deze blinde man die genezen werd. En toen hij herstelde, ging iedereen zien dat er iets bijzonders plaatsvond. En dat wil God doen. Hij wil iets groots doen gebeuren in uw leven. Gelooft u hierin? Dus deze zondag, mis de kans niet. Het gaat niet alleen om een uitreiking van een flesje olie. Het gaat om een actie van geloof. Om de manifestatie van de macht van God in ons leven te kunnen zien komen. Wilt u dat? Mis de dienst niet deze zondag in een van onze kerken in Nederland of overal in de wereld, omdat de uitreiking van de gewijde olie overal plaats zal vinden in de wereld waar uw carrière bestaat. Wij gaan ons voorbereiden op het gebed dat wij zometeen gaan doen samen met u. Wij komen zo terug. Wat een gemis, zo'n gemis, naar het horen van uw stem, bij zonsondergang. Wat een verlangen, groot verlangen, terugkeren naar de hof van de onschuld.
als ik het kon, keerde ik terug. En zou ik niet doen wat ik toen heb gedaan? Ik verruilde onze band voor het duister van de avond. In duisternis keerde mijn dagen. Wat een gemis, zo'n gemis, naar het horen van uw stem bij zonsondergang. Wat een verlangen, groot verlangen, terugkeren naar de hof van de onschuld. Als ik het kon, keerde ik terug. En zou ik niet doen wat ik toen heb gedaan? Ik verhoudde onze band voor het duister van de avond. In duisternis keerde mijn dagen. Wat een verlangen met u te wandelen in de hof, bij het wisselen van de dag, uw handen vasthouden en vliegen over de grootte van de aarde, u te aanbidden. Wat een verlangen u te vertellen alles wat ik leerde in die hof, de hof van de onschuld. Wat een verlangen met u te wandelen in de hof, bij het wisselen van de dag, uw handen vasthouden en vliegen over de grootte van de aarde, u te aanbidden. Wat een verlangen u te vertellen alles wat ik leerde in die hof, de hof van de onschuld. Onze Heer en onze Vader, wij vragen u voor elke persoon die naar ons luistert. Onder hen zijn er zieken, zijn er verslaafden, zijn er dienaren van u, maar ook mensen die problemen hebben in de familie, in het huwelijk, in hun liefdesleven, mensen die zich eenzaam voelen. Er zijn mensen die niemand hebben om hun heen. Er zijn mensen die op zoek zijn naar een nieuw leven, naar het geluk, naar de vrede. Er zijn mensen die uw geest zoeken als prioriteit. Elke persoon heeft zijn eigen strijden, uitdagingen, problemen, behoeftes. Maar u bent God en wij vertrouwen op u. Dus, mijn Heer, strek uw handen uit richting uw volk en zegen hun vandaag. Zegen deze olie.
vraag ik u nog een keer, elke flesje olie dat uitgereikt zal worden deze zondag in de Eucharistie tijdens de diensten. En wanneer uw volk de olie ontvangt en het gebruikt, laat er grote wonderen geschieden. Wij vertrouwen op u, dus, en op uw woord. Wij baseren ons op wat geschreven staat. En wij weten dat u het geloof gaf aan de mens, precies zodat het gebruikt wordt. En uw naam wordt hierdoor verheerlijkt. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. En God zij dank. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. Deze zondag ontvangt u dan een flesje gewijde olie om het met geloof te gebruiken. Kent u een persoon die een groot probleem heeft? Doe wat God verwacht dat u doet. Praat met die persoon. Nodig hem uit om deze zondag in uw carrière te zijn, omdat het de laatste kans kan zijn voor die persoon. Wij weten niet wat er morgen gebeurt. Laten wij ons deel doen voor onszelf en voor de anderen ook. Toch? Heel goed. Op maandag komen wij terug om 10:00 s'avonds op Radio Positief met nog een woord van leven. En deze zondag de grote uitreiking van de gewijde olie overal in de wereld in de UKGR. Dat God u zegene. Een fijne dag nog. Fijne avond verder in feite. En tot zondag in uw carrière of tot maandag op Radio Positief.